Welkom bij de Sporttoffel. In deze aflevering zijn we te gast in Bergen ter Blijt bij een oud profvoetballer van PSV en MVV. Over wie hebben we het? Over Gerard Hoene. Inmiddels 80 jaar oud, maar nog zeer kwiek. En hij weet een hele hoop te vertellen over zijn carrière en heeft ook een uitgesproken mening over het voetbal van vandaag. Meneer Hoene, uw profcarrière begon in 1957 bij Roda Sport. Roda Sport was de voorloper van Roda JC. Hoe lang ben je daar geweest en hoe was het daar? Ik ben eerst, dat was Bleijerheide Kerkraad, dat is Roda Sport geworden. En ik ben van het jeugdelftal van Bleijerheide, dus dat was Kerkraad, ben ik ineens naar het eerste elftal overgeheveld. En dat was al prof? Nou, gewoon amateurtje waren we. Dus we waren 15, 16 jaar. Hè. En daar heb je ook nog profvoetbal gespeeld bij Roda Sport? Bij Roda Sport heb ik, ja, prof. Halve dagen werken. Of hele dagen werken. Nachtdienst en 's morgens en 's middags weer voetballen. En tot hoe lang ben je daar geweest? Dat 1962, toen kwam de doorbraak. Vertel eens. Ja, toen heb ik een wedstrijd gespeeld met Vaas Wilkes, Koverdraag, tegen het Bulgaars elftal. Daar hadden ze me voor uitgenodigd. Welke club? Dat was Fortuna 54 tegen het Bulgaars elftal. Ja, het was zo goed gegaan. Toen ben ik het 's avonds gaan werken. En het 's morgens stond het in de krant. Wat stond in de krant? Ja, dat het goed was gegaan. En het 's middags was PSV aan de deur. Kwam toen opeens PSV? Waar die stiekem komen kijken? Dat denk ik, anders weet ik ook niet hoe dat is gegaan. Hè. U zegt PSV stond aan de deur, was dat letterlijk? Ja, toen was meneer Van Gelder en meneer, hoe heet die nou, Vermeulen. Ja, en de voorzitter van Strin. Ja, en mijn vader liet ze niet naar binnen, hè. Dus... En toen ben ik afgekomen en toen hebben we samen gepraat. Dus die kwamen letterlijk aan de deur vragen van wil je bij ons komen voetballen? Ja. Ja, en die transfergesprekken die hebben het uiteindelijk toegeleid dat je in 62 naar PSV bent gegaan. Ja, in 62 ben ik naar PSV gegaan. Toen werd ik verkocht voor, achteraf hoorde ik dat dan, voor 80.000 gulden. En met Piet Gieser erbij 100.000 gulden. 80.000 gulden, en dat was veel in die tijd, hè? Ja, dat was in 62, dus dan was ik de derde duurste speler van Nederland op dit moment. Op dat moment, ja, dat waren Kees en Henk Groot, hebben u me verteld in het voorgesprek, en Pieter Schaafland, die waren duurder, ja, hè? Die waren duurder, ja. PSV, 62, 63, 64, 65 tot 66, 4 jaar. Ja. Nou, daar is een hoop over te vertellen. Ja, een hoop. Eerste jaren ging het prima. En dan het derde jaar niet zo best. Heb ik maar 18 wedstrijden gespeeld van de 22 en die andere 4 jaar samen was 107 wedstrijden, heb ik er 98 gespeeld. Van 107 wedstrijden 98 gespeeld, ja. En ook kampioen geworden tegen Ajax, hè? Ja, dat is iets aparts, hè. Dat is, maak je maar 1 keer in het leven mee. Vertel, waren er ook mensen? Ja, dat was toen een stadion van 14.000 mensen. Nog in het veld, nog op de tribunes, ondervond men enige merkbare hinder van de hitte. In de periode die volgde op dit eerste belangrijke doelpunt behield PSV door groot enthousiasme het beste van het spel. De gelijkmaker die Ajax na 34 minuten scoorde, werd in de 35e minuut door een onverwacht schot van de kleine Hoenen weer teniet gedaan. En die wedstrijd gewonnen met... Met 5-2. 5-2. En een keer gescoord, hè? Heb ik gezien. Ja, per ongeluk. Hè. Ik moest die kant uit, ik denk schiet, maar dan gaat het goed. Hè. Ja. Zeg, in 66 moest hij weg bij PSV, toen werd er gerenoveerd. Meneer Van Gelder hoorde ik dat ze 6-7 spelers kochten, dat het moeilijk voor me werd. En toen ben ik naar MVV gegaan, ook voor 80.000 gulden. Zo, naar MVV. En daar ben je 7 jaar geweest? Ja, 7 jaar geweest. En maar met december hetzelfde jaar... Was PSV niet zo best. Daar wonnen we bij PSV. Was MVV toen ook Eredivisie? Ja. Ik heb nog nooit een kopgoal gemaakt, maar toen heb ik één gemaakt. En in december stond Van Gelder op de stoep of ik niet weer terug wou komen. En toen was de eigenwijze Hoene zei, dat doe ik niet. Nee, ik had het bij MVV ook goed. Nee, het is goed geweest aan die kant. Ja. En bij MVV, 7 jaar, dat is lang. Ja, ik heb toch... Eerste jaren ging het ook prima, we hadden ook een behoorlijk goed elftal. Toen waren kerels onder elkaar. Ja, dan heb je wel eens een jaar dat het niet best gaat. En het laatste jaar, dan ben je 3-34, dan valt het af en toe tegen. Ja,
En een paar namen van die MVV-periode? Ja, dat was eerst Joop Toenaar. Toen hadden we nog Bertie Willems. Ja, allemaal die oude spelers. Wie stond er nu voor? Frans Körber. Die was fanatiek, hè? Wat verdomme. Ja, fijne kerel. Welke verenigingen hebt u de warmste gevoelens aan overgehouden? Ja, warmste gevoel. Je kunt van ieder vereniging iets leren. Zoals de spelers van de trainer kan leren. Ik vind gewoon, het succes bepaalt ook de sfeer. En jaren wel succes, ja, er zijn een paar jaar wat niet zo best ging. Maar voilà, dat gebeurt gewoon in het leven. En dan, ja, als trainer was ik altijd fanatiek. En ik hou van discipline. Als ik zeg 1 uur, dan komen ze om 1 uur. Als ze 5 over 1 komen, zet ik ze niet op. En als ik zeg, tot aan dat puntje wordt gelopen, dan wordt ook gelopen. Ja. En geen gezeiks, gewoon fatsoenlijk. U bent SVME lang geweest, hè? Nee, bij SVME ben ik 2 jaar geweest. Bij Hulsberg 4 jaar. En bij GSV ben ik ook 4 jaar geweest. Bandel 2 jaar, nog een paar diverse dingen. Ja, en dat waren allemaal verschillende verenigingen qua cultuur? Ja, pas op. Bandel, ik bedoel maar, dat waren kerels die kwamen met de tractor trainen. Hè. Die gaven gas, hè. Fantastische kerels. Ja, ook successen behalen, Bandel? Ja, we zijn altijd bij de derde, vierde geweest, ja. Van Holtia toen, hè? Van Holtia, ja. Ja, ja. Van Holtia meer de boys, dat was... Oh, daar hebben we wel eens een bekerwedstrijd tegen gespeeld, ja. Dan vliegen de stukken er vanaf, hè. Ja. Nou, zo zouden we nog uren kunnen doorvertellen, hè, denk ik, van allerlei leuke anekdotes. Ik wil toch nog even een paar meningen van u horen. Het voetbal tegenwoordig, wat vindt u ervan? Dat kunt u niet vergelijken met onze tijd, hè. Nee. Nu is het veel sneller, de spelers zijn beter getraind, hè. Ze zien er beter uit, de snelheid. In onze tijd kon je de bal aannemen, kon je gaan. Maar nu, voordat je hem aanneemt, moet je weten wat doe je. Wat me het meeste erger, dat is de agressie. Hè. Niet op de bal, maar agressie op de benen. En dat kan ik op een gegeven moment niet verdragen. Afgelopen week hebben we 2 wedstrijden gezien, dat was gewoon bizar hoe ze elkaar in de kleren gaan. Wat bedoel je, NEC Vitesse, Twente, Willem II? Ja, vond ik wel. En dat, als de scheidsrechter fluit, dan lopen ze naar die man toe. Maar hun zijn verkeerd, niet de scheidsrechter. Ja. En het hele entourage eromheen, kijk, 80.000 euro toen, nu is het miljoenen. Ja, nu hebben ze over 30, 40 miljoen voor een speler, 15 miljoen. En ook de salarissen, die waren natuurlijk niet te vergelijken met toen. Dat is nu, wat vind je daarvan, van die idioot hoge bedragen, in mijn ogen, idioot hoge bedragen die tegenwoordig betaald worden? Ik vind één ding, de regeringen moeten ingrijpen. Dat kan toch niet? De vraag is voor spelers 100.000, 100 miljoen, of het niks is. En ik vind dat, nee, dat is geen... Dat duurt misschien nog 5, 6 jaar, dan zijn die bedragen afgelopen. Dan is alles kapot. Ja. Ja, want het strook gewoon niet met de maatschappij, hè? Met de... Daar hebben de mensen geen werk, daar hebben ze niks te eten en daar lopen ze met 100 miljoen weg. Ja. Tot slot, wat wil je nog kwijt? Is er iets waarvan je zegt, nou, als ik het voetbal met toen en nu vergelijk, of wat heeft mijn carrière gebracht, roept je nog eens even iets wat je nog zou willen kwijt zijn? Nou, wat wil ik kwijt worden? Ik hoop dat ik nog een paar jaar gezond blijf met mijn vrouw en de kinderen. Dan mogen we tevreden zijn. Want u bent inmiddels, u moet het toch maar even vertellen. 80. En wandelen, dat lukt nog? Diverse wandelen, met de vrouw samen. Of... Komt goed. Als het zo blijft, dan hebben we het goed gehad hier.